Het Nationaal Informatieinstituut (NII) heeft gisteravond een lezing gehouden in verband met 25 februari, Dag van Bevrijding en Vernieuwing. De lezing is voor de tweede keer gehouden. De inleider was Henk Herrenberg. Volgens Herrenberg is 25 februari 1980 niet zomaar gekomen. Door de steeds oplopende conflicten tussen de coalitie en de oppositie in de jaren 70 was de parlementaire machine vastgelopen. De toenmalige president Johan Ferrier had aangegeven dat als de oppositie niet aanwezig was tijdens zijn jaarrede, dat een schande voor hem was als staatshoofd. Toen is afgesproken dat er verkiezingen komen, vervroegde verkiezingen komen in 80. Zo is dat gekomen. Want wij hebben gezegd, en de oppositie met tof, we boycotten alle vergaderingen. En president Ferrier wilde die schande niet nemen, toen hebben we gezegd, verkiezingen. Wat ik u vertel is die prelude van die revolutie. Sambib Safos den Soerdati. Maar nu had je in het leger die militairen die vonden dat ze een vakbond wilden oprichten. En de regering Aron en de legerleiding van Elstak waren daartegen. Toen zei die militairen, meer onderofficieren, op een goede dag uit de kazerne gelopen, ongewapend. Dan zijn die mannen komen staan voor het parlementsgebouw. Ja, hier, dat is afgebrand. Herrenberg zei dat omdat de militairen steeds geweigerd werd om een vakbond op te richten, het idee voor een coup is ontstaan. Ik heb toen de Bouters ontmoet, toen al voor die coup. En toen hebben ze me verteld, ze hebben problemen in het leger en ze willen een vakbond en legerleiding wil niet, de regering wil niet. Toen heb ik voorgesteld aan Lats, weet je wat we moeten doen? Laten we de regering vragen om een debat te organiseren in het parlement over defensie. Dat door Otaki en dan kunnen we dat ding oplossen. Zo gezegd, zo gedaan. We zijn in de vergaderzaal gaan zitten. Een heer coalitie met Shitak Migotaka is dat. En we hebben toen gevraagd een parlementair debat over defensie. Parlementsvoorzitter Wijntuin heeft die opdracht gekregen en hij is naast gegaan. Je weet, algemene zaken was naast het parlement gebouwd. Daar gaat premier Aron. En toen hij terugkwam in de vergaderzaal, parlement, heeft gezegd, de premier vindt het niet nodig dat er een debat moet komen over defensie en daarmee is de koers af. Henk Herrenberg, hij was gisteren de inleider bij de lezing over 25 februari, de dag van bevrijding en vernieuwing. De lezing is gehouden in de congreszaal.